Ja, de recorder die staat aan. Ja, oké, goed. Nou, wat je zei net over die tekst, het Lucas 24, dat is wel bijzonder, moet ik zeggen. Ik heb die tekst wel heel vaak gebruikt tijdens evangelisatie. In deze preek gaat evangelisatie zeker ook terugkomen. En daarbij ook het onderwerp vasten en dergelijke en gebed. Het is eigenlijk een preek, ja, ik ben de Heer dankbaar voor de inspiratie. De inspiratie komt zeker van de Heer af en ja, daar ben ik hem enorm dankbaar voor. En dat, aan het einde, daar zal ik ook maar afsluiten hoe dat tot stand is gekomen. De titel is eigenlijk het volhardend zoeken van de Heer. En de hoofdtekst daarbij is Daniel 9, vers 1 tot en met 9. Dus dat kan ook wel eens opgezocht worden. Want Daniel was eigenlijk een man die op dat moment wist dat er iets belangrijks ging gebeuren. Voor hem en zijn volk. Hij was een man van gebed. Hij kende de schriften. Hij was een volhardend bidder. En een vaster. Hij leefde in volharding. Afgezonderd voor de Heer. Hij volgde nauwlettend op wat de Heer zei, zijn geboden. En zelfs tot met de menukaart. Zoals we dat weten in hoofdstuk 1. Dat hij op een gegeven moment zegt van nou, ik hoef dat vlees niet van jullie. Ik wil gewoon graag gewoon groente eten. Ik wil gezond eten. En toen kwamen ze erachter natuurlijk dat na een aantal weken dat de Hebreeuwse jongens er veel gezonder uitzagen dan de mannen van Babylon. Dus dat. Hij was zeer geliefd, dat werd ook gezegd door de engel, een geliefde man met het volste vertrouwen op de Heer. Ja, eigenlijk wel een van de mooie voorbeelden en ik vind het ook een van de meest inspirerende boeken van de Bijbel. Zeker omdat er zoveel in te vinden is. Heel veel onderwerpen worden eigenlijk besproken. Eindtijd, inderdaad vasten, het gebed, het volharden, standpunt innemen. Zoals bij de leeuwenkuil. En inderdaad wat het eten wat ik aanhaalde. Maar ook zijn vrienden hadden natuurlijk een mooie getuigenis. Die schromen er niet voor om in de oven geworpen te worden als ze niet voor de koning zouden buigen. Dus dat. En de Heer zoekt zulke mannen en vrouwen. Zeker ook in deze tijd. Laten we deze tekst even lezen van Daniel 9, vers 1 tot en 9. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere, God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zei, O Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan zijn verbond, aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hem die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Bij u, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons staat de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarin u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. Als u dat ziet, dan is er een enorme dosis aan emotie in dit gebed. En dat is gewoon schitterend om te zien. Dat zie je natuurlijk ook terug in de psalm bij David. En hij verwachtte dus een verlossing. En wij eigenlijk nog een veel grotere. En ik denk ook niet dat het zonder tranen is gegaan, dit gebed. Als je dit zo leest in deze hoedanigheid. Hij is eerlijk en oprecht en geeft zijn hele hart en ziel over aan de Heer op dat moment. Hij verheerlijkt de Heer. Doet belijdenis van zijn zonde en de zonde van zijn volk.
En dan kunnen we in vers 9 al zeggen dat je God mag danken voor zijn barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Want zo is de Heer, gelukkig, ook in mijn leven. Want anders had het er anders aan toegegaan, moet ik wel eerlijk zeggen. En zijn verbond is eeuwig. En het verbond met zijn volk is eeuwig. En hij handelt er ook naar in onze dagen. Zoals in vers 4 staat. Zoals hij zegt daar, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hem die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Nou, daar komt het ook alweer terug natuurlijk. Wat ook net terugkwam, dat je in zijn geboden blijft en wandelt. En dan staat er geschreven, inderdaad. Maar even kijken hoor. Ja, dat vers heb ik aangehaald. Wij zijn deelgenoot aan het verbond in Yeshua. Dat is het mooie wat wij mogen hebben. En daardoor mogen wij onze verwachting van verlossing zeker meenemen. Maar ook wij slaan de plank nog wel eens mis. En zeker ons vlees en hart gaat nog wel eens tekeer. Want niet altijd willen wij zo graag de wil van de Heer doen. En ik denk dat dat ook met gebed te maken heeft en vasten. De Heer zoeken is gewoon heel erg belangrijk in ons leven. En in de momenten in mijn eigen leven als ik kijk dat de Heer dichtbij was, dan zei ik wel eens tegen de Heer, zeker in hele mooie seizoenen van mijn leven, van Heer, was het eigenlijk maar vaker zo. Want ik ken mezelf veel te goed dat ik eigenlijk heel snel kan afdwalen van u. En ja, de tegenstander zit daar niet bij stil. Om soms daar roet in het eten te gooien om die relatie te verstoren, helaas. Dat is zijn doel inderdaad. En ja, daar hebben we gewoon mee te maken. Maar dan dacht ik wel eens van, was het maar zo dat ik dat altijd mocht ervaren. Ook toen ik voor het eerst met de Heer in aanraking kwam, dat hij me vulde met zijn geest. Dat ik tegen God zei, mag ik het alsjeblieft altijd, maar dat gaat niet. Het gaat niet, dat komt nog, gelukkig. Maar wat God met ons begonnen is, zal hij zeker ook afmaken. En Daniel maakte in dit geval kennis met de grootste strijd ook in de hemelse gewesten. Want de tegenstander legt inderdaad veel nadruk op onze zondes. En die haalt hij ook in vers 5 tot en met 9 ook allemaal aan in deze tekst. Hij stoort graag de tegenstander in onze gebeden. Dat merk ik zelf ook wel eens, dat er best wel veel ruis is op de lijn, om het zo te zeggen. En hij brengt onze zonde ook in herinnering telkens. Hetgeen wat in het verleden is gebeurd, dat wil je graag aan je vastplakken. Als een etiket van, ja, dit ben jij en dit blijf jij. Maar goed, er staat een mooie tekst. Nou, die link gaat bijna. Zo'n mooie visje uitspraak is dan, herinnert de duivel jou aan jouw verleden. Herinner hem aan zijn toekomst. We mogen autoriteit nemen. En dit gebed, deze strijd, dus in de hemelse gewesten, waar Paulus eigenlijk ook over spreekt natuurlijk. Hè, we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de machten in de hemelse gewesten. Hè, de duistere geesten. Dat gaat door tot met vers 22. En in vers 23 staat er dan geschreven. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst, of geliefd, een andere vertaling. Begrijp dat dit woord, begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Dus er is een hele lange strijd aan vooraf gegaan voordat Daniel eindelijk het antwoord kreeg. Gebed en vasten gingen eraan vooraf. En ik denk dat we allemaal al getuigenissen daarin hebben. Dat we met gebed en vasten een hele strijd hebben meegemaakt. En dat we soms hele mooie dingen daardoor juist verwachten van de Heer. Ik zal er later ook op terugkomen in een paar getuigenissen. Het was volharding en aanhoudend gebed is hier de sleutel. En dan gaan we eventjes naar een ander voorbeeld daarin. Naar Lucas 18. En dan vanaf vers 3 tot en met 7.
is ook wel een vrij bekend verhaal. En er was een weduwe in diezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Deze tegen de onrechtvaardige rechter. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die een dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij wacht om hen te hulp te komen? Voortdurend bezig zijn. Paulus zegt ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, bid onophoudelijk. Nou moet ik zeggen, het is niet een makkie als je in het dagelijks leven bezig bent om continu te bidden. Maar je kan wel met je gedachten heel veel bij de Heer zijn. En dat werpt ook autoriteit op. Zeker in je denken. Dus de ongelovige moest in dit geval buigen. En je ziet ook in deze tekst dus dat de ongelovige rechter deze vrouw helpt. Het is ook vaak zo dat juist door gebed en door vasten, dat mensen die dus eigenlijk niks met God te maken willen hebben, jou kunnen helpen terwijl dat ze daar geen weet van hebben. Dat God ze gewoon gebruikt soms. Dus daar kunnen wij ook mee maken. Maar de tegenstander probeert altijd de redding te betwijfelen en het geloof. Met evangelisatie heb ik heel vaak gevraagd, ook aan mensen op straat, heb je een zekerheid dat je gered bent? Natuurlijk heb je dat nooit tot het einde toe. Maar het is wel zo dat God dat wel wil geven. Maar zeker inderdaad mensen die dus in een, in een gewone christelijke gemeente komen, PKN-kerk of andere religie volgen, die hebben eigenlijk nooit een zekerheid in hun hart. Terwijl dat eigenlijk God dat wel belooft. Want in principe kan je ook zeggen van, als Christus naar deze wereld zou komen en de Vader zou zeggen tegen Christus van, nou, je gaat naar de wereld, maar je sterven zal geen garantie bieden dat mensen gered worden. Ja, dan is het toch een moeilijk verhaal, lijkt mij. Dus ik zou het een moeilijk verhaal vinden, want de Bijbel zegt wel degelijk in de Bijbel dat er zekerheid is. Romeinen 8 vers 16 bijvoorbeeld, de geest getuigt met onze geest dat wij een kind van God zijn. Filippenzen 1 vers 21, Paulus zegt, sterf is voor mij winst, want dan ben ik bij Christus. Daar straalt de zekerheid vanaf. Ook, hij heeft ons ook de macht om zijn kinderen te zijn gegeven in Johannes 1 vers 12. 1 Johannes 4 vers 13, ook een tekst. En in Matthäus 25 vers 4, daar zegt hij het volgende, Jezus. Dat is natuurlijk de gelijkenis van de dwaze en wijze maagden. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Met andere woorden, weer het gebed, het vasten. De intimiteit met de Heilige Geest geeft op dat moment een zekerheid dat je dus mee mag als Christus terugkomt. Amen. En dat zegt hij ook in Openbaringen 3 vers 10. Dat hij zegt van, nou, u heeft afgeslagen om te volharden in mij, zodat ik acht zal slaan dat u aan de ergste verdrukking zal ontkomen. Om het in die woorden uit te leggen. Maar nu gaan we dus naar Handelingen 13. Dat is ook een gedeelte van de tweede hoofdtekst achter Daniel 9. In vers 1 tot en met 12. Ik ga het even lezen. En er waren in Antiochië, in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, daar komt het weer terug, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Barnabas en Paulus die gaan richting Cyprus dan. En zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucia en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van
God in de synagoge van de Joden en zij baden bovendien Johannes. Nee, sorry hoor. Dat is verkeerde. En zij hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren, tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood voor wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius, deze man komt daar ook nog wel even terug, Paulus, een verstandige man, die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde er naar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegenin en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei: O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle oprechtheid, u zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Here te verdraaien. En nu, zie, de hand van de Here is tegen u, en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Here. Nou, je ziet dus gelijk eigenlijk al de strijd erachteraan die er komt. En dat zag je dus ook bij het bidden en vasten, zeg maar, bij Daniel ook terug. De strijd die erbij komt. Maar er is ook een kracht van samen bidden en vasten. Wordt hier ook weergegeven. De Heer eert dat en vindt dat een geweldig offer. Dat is één ding wat zeker is. En in vers 3 staat geschreven: toen vasten en baden zij, nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus er gaat een enorme kracht vanaf. En als je dan kijkt in vers 3 van Daniel, staat ongeveer hetzelfde. In beide gevallen begon de Heer op bijzondere wijze te bewegen. In Lucas 4 vers 14, dan zie je op een gegeven moment dat Jezus gebeden heeft en gevast, dat hij uitgezonden wordt. En dan zie je datzelfde patroon weer terugkomen in Handelingen 13 vers 3 en 4. En door de kracht van de Heilige Geest die op Jezus komt en uiteindelijk ook op Paulus, uiteindelijk komt er gelijk weer tegenstand, gelijk weer, ja, zeg maar, dat de duivel weer op de loer ligt om het plan te dwarsbomen. Jezus werd daarna gelijk verworpen in Nazareth. Nou, en Paulus krijgt gelijk te maken met een tovenaar Elimas. En dat is. Even kijken, vers 12. Maar net zoals Yeshua, zeg maar, kreeg Paulus door het gebed en vasten de overwinning ook. Het heeft met evangelisatie te maken, natuurlijk. Ook, want het is ook uitzending. Ik heb het zelf meegemaakt, ook heel vaak op straat, zeker op een keer op een vrijdagavond was dat. Was ik met een broeder, was in de vorige gemeente, was ik op straat gegaan. En ja, je voelde wel de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik denk, nou, er gaat hier vanavond wat gebeuren. Er zijn mensen hier zo, die hebben het woord nodig. Maar voordat dat gebeurde, moesten we ergens doorheen gaan. Want er kwam weer een man naar ons toe en die begon weer los te gaan, omdat wij over het evangelie begonnen. En hij was ook half bezopen. En op een gegeven moment zegt hij ook tegen mij: ja, wat kijk je me nou aan en dergelijke. Ik zeg, nou weet je, bij is gedaan dat ik mensen aankijk als ik met hun spreek. Maar deze man was zo ontzettend, ja, beladen. En op een gegeven moment waren er een paar andere gasten die zeggen: joh, kom mee en weg bij die gasten, want het... stond niks voor jou, weet je wel, dat krijg je dan te horen. Maar ja, goed, uiteindelijk daarna hadden we wel een hele super gave tijd op straat. En ja, ik kan me nog herinneren dat een aantal mensen heel erg open waren voor het evangelie. En ja, ze komen niet altijd tot geloof, dat is ook niet echt het doel. Gelijk mensen bekeren en bidden. Ja, het is natuurlijk mooi als mensen echt gelijk overtuigd raken in hun hart. Maar in feite, ja, het is mooi als je het woord zaait, dat het echt aankomt, dat na een tijdje toch vrucht gaat dragen. Hè? De zaaier en de maaier zullen beide verblijd zijn, zegt Jezus dan ook. Dus verdraaien. Verdraaien, dat was ook wat daar gebeurde.
verdraaien is een van de meest grootste tactieken van de duivel om te gebruiken. Het woord verdraaien. In de islam kom je dat natuurlijk ook tegen, dat bepaalde dingen weg zijn gelaten of zodanig opgeschreven zijn dat het niet meer klopt met het reddingsplan van de Heer. Maar ja, zo wilt hij dus ook ons geloof roven. En de zekerheid inderdaad die Jezus heeft gegeven voor alle die hem volgen. En wat het gevolg daarvan is uiteindelijk, dat zien we dan in vers 11 van Handelingen 13. Er staat dan, en nu zie de hand, even kijken hoor. En zie de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Dus wat gaat er dus gebeuren op het moment dat je van de Heer afdwaalt? Je wordt afhankelijk. Je wordt gewoon enorm afhankelijk. En dat wordt uiteindelijk een vloek. Johannes 15 vers 5 zegt ook van als je in mij blijft, ja, je zal veel vrucht dragen. En anders dan niet. Dan word je uiteindelijk weggeworpen, zoals de tekst daar ook zegt. Dus het wordt een vloek. Een vloek. De Heere zegt ook in Deuteronomium 15 vers 6, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken, maar u zult niets hoeven te lenen en u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Dat is uiteindelijk, hetgeen wat het zegen en vloek inhoudt natuurlijk, ook in dit verhaal. Dus zijn er ook mensen die geen hypotheek hebben? Nee, ik niet. Ja. Nou, dus als de tegenstander die eenmaal zover heeft, dan zul je op een gegeven moment moeten gaan lenen inderdaad. Want je hebt je zaken niet op orde. En dat zijn natuurlijk ook wel als voorbeeld, ook weer aan te halen, de dwaze maagden. Hè? Want die wilde graag olie hebben van de wijze. Die wilde graag een gedeelte hebben daarvan. Maar ja, dat kon niet. Uiteindelijk loop je dus tegen de muur op. En een harde ook. Maar de man Elifas was helemaal in de ban van de duivel. Was een tovenaar. Dus dan raak je dus nog meer verblind. En ga je grijpen naar andere dingen om je aan vast te houden. Dat is ook geestelijk. Je wordt namelijk inderdaad afhankelijk van andere dingen. In Jeremia 17 vers 5 staat ook een hele mooie tekst. Nou, zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Dat is dus wat er gebeurt. Mensen gaan afwijken, hun hele hart, en ze gaan naar andere dingen grijpen in het leven. Helaas. Ze gaan naar andere verlossen zoeken, zoals valse religie, drugs, entertainment, popidolen, profvoetballers, evolutietheorie en zelfs het vaccin. Sorry dat ik het aanhoud hierbij, maar ook dat is een valse Christus en verlosser in dit geval. En juist in deze tijd waarschuwt Jezus daar expliciet heel erg voor. Dit is de tijd waar we in leven. Daar spreekt hij ook over in Matteüs 24. Dat er heel veel valse Christus en profeten en alles zullen komen. Dus als hij het zo mag zeggen, Klaus Schwab is gewoon een nieuwe tovenaar Elimas van 2021. En met zijn handlangers, om het zo te benoemen. Dan het vaste. In deze drie hoofdstukken, dan hebben we het over Lucas 4, Daniel 9, Handelingen 13 van de Bijbel. Zien we dat er een doorbraak komt voor Gods plan. God bevestigt hier ook het bidden en het vasten van Yeshua, Daniel en Paulus. Er komt geloof vrij. Daniel 9, Handelingen 13 en Lucas 4. Daar komt, dat is een enorme leer voor ons. Zeker als we met dingen zitten, in ons hoofd en dergelijke, kunnen we daarop terugslaan. Dat we dat in actie brengen. Andere voorbeelden met vasten zijn natuurlijk Esther 4 vers 3. Haar man had voor elkaar gekregen dat de Joden ter dood werden veroordeeld. En Esther zegt van ga alsjeblieft vasten met z'n allen. Ga in gebed en vasten. En toen kwam er een doorbraak. Omdat Esther natuurlijk iets deed wat eigenlijk niet mocht. Maar toch deed ze het. Ze gaf haar leven eigenlijk op dat moment ook. En in Esra 8 vers 21 met 23. Daar staat geschreven in Esra 8 vers 21 met 23. Toen riep
ik daar bij de rivier Ahava een vaste uit om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken. Maar zijn kracht en toorn is over al wie hem verlaten. Wij vasten, komt hij weer terug, en verzochten onze God hierom. En hij liet zich door ons verbidden. Wat een geweldige getuigenis eigenlijk. Als je ziet, het is natuurlijk inderdaad op het moment dat, dat ze teruggaan naar Jeruzalem. Hè, dat die ballingschap erop zit. Hij vertrouwt volkomen op de Heer. Volkomen op de Heer. En dan zie je in Psalm 20 vers 8. Ik denk misschien dat hij dat wel hebt gedacht ook. Er staat, deze vertrouwen op strijdwagens en die op paarden. Maar wij zullen in de naam van de Heer onze God in herinnering roepen. Psalm 20 is een geweldig mooi psalm. Ik heb er enorme mooie getuigenissen ook van. Maar ja, dat is voor, misschien voor een andere keer. Nu zal ik een paar andere getuigenissen delen. Wat zeker in betrekking met bidden en vasten te maken had. Uit mijn eigen leven. Ik ben de Heer enorm dankbaar. Want het is tot zijn eer en glorie. We waren, ik denk een jaar of 6 geleden. Dus bij mijn vorige gemeente waren we in Ierland. En waren we met een team daarheen gegaan. Om de kerk daar te ondersteunen. Dus een evangelisatiereis, zeg maar. En het mooie is ook dat er was een persoon ook mee die ik na 5 keer bellen niet te stalken hoor. Dat niet. Ik heb hem niet gestalkt. Ik heb hem wel 5 keer gebeld, maar dan met tussenposes. Het was een man die kwam vroeger in de gemeente daar, maar die was eruit gegaan. En was eigenlijk best wel ook van God losgeraakt. Zeg maar met drugs bezig en alles. Maar uiteindelijk gaf hij toch gehoor. En toen mocht ik hem een keertje ophalen voor de dienst. En toen ging hij mee. En God deed een enorm wonder. Want ja, eigenlijk precies de preek was helemaal gemaakt voor die man. En dat heb ik zelf ook een paar keer mogen meemaken gelukkig. En dat zie je heel vaak. Dat als God mensen wilt hebben. Dan zal hij er ook voor zorgen dat alles op een presenteerblaadje bereid wordt. Dus hij was daar ook van verlost gelukkig. Op een gegeven moment. Maar dat team in Ierland, dat was wel heel mooi. Hele mooie omgeving moet ik zeggen natuurlijk ook. Ierland is gewoon een schitterend land. Maar daar kwamen we natuurlijk niet voor. We kwamen natuurlijk voor het evangelie. En dat hele weekend, dat duurde ongeveer 3 dagen, zeg maar van vrijdag tot met maandag. En ik voelde de aanwezigheid van de Heer wel. Maar alleen, op straat was weinig. Niemand wilde luisteren en dergelijke. Terwijl dat heel veel anderen, die hadden echt geweldige tijd. En die zeggen van, ja, we hebben echt geweldige tijd gehad. En heel veel mooie gesprekken. En ik zat daar echt zo, ik was bij mijn bord eten. Kreeg ik denk van, nou, dan gaan we naar bed vanavond en we gaan morgen weer kijken. Maar goed. Dat dus. Maar we kwamen terug. En we waren toen, de eerste de beste dienst, waren we daar. En dan mochten we allemaal getuigenis geven. Nou, gelukkig, ik werd op dat moment even achterwege gehouden. Dat ik geen getuigenis hoef te geven. Want we waren met een team van, ik denk ongeveer een mannetje of 8 waren we gegaan. En de voorganger, die zei ook heel doodleuk vanaf het podium van, we zijn naar Cork geweest in Ierland. En wel 11 mensen waren tot geloof gekomen. Maar wat hij erachteraan zei, dat vond ik dan wat minder eigenlijk. Waarvan ik 7, zegt hij. Maar ik denk, toen zei ik nog van, het is de Heer die het doet. Dus ik vond het een hele verkeerde insteek. Dat was, de andere keer was het ook bij, waren we met een voetbaltoernooi. Ja, ik ga even een zijtak nemen hoor. Maar toen vertelde hij er ook daarover. Want we gingen met de kerk. We hadden iets van 30 kerken in Nederland. En dus centraal in het land, in Zwolle, een beetje centraal dan, hadden we een voetbaltoernooi georganiseerd. En dus wij als kerk mochten er ook bij zijn. En, maar goed, we werden een laatste, dus we werden gedegradeerd. We werden beoordeeld tot tot de Losers Cup, zoals ze dat noemden dan. We werden naar de Losers Cup gestuurd. Nou, heerlijk. Heerlijke benaming ook. Maar daarna, in de preek inderdaad, toen zei die man ook van, het ging helemaal niet zo lekker, maar op het moment dat ik er even bij was, 5 minuten, gingen ze lekker goed voetballen.
ik denk bij mezelf, ja, het zou echt aan jou hebben gelegen dat wij goed gingen voetballen, ja. Maar, ja, dat soort dingen, weet je, dat is... Maar dat vind ik wel dingen, dat kan eigenlijk niet. En ook met evangelisatie, daar zegt hij ook tegenover de preek toe. Ja, op het moment dat ik niet bij de evangelisatie was, ging het allemaal een stuk minder. Stukje trots misschien. Oei. Dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, maar weet je, dat is toch... Ja, ik denk, hoe kan je dat nou zeggen? De Heer is toch degene die de vrucht geeft? Die wekt door iedereen heen, doe niet zo raar. Nee. Maar goed, ja... Zo was hij nou eenmaal. Hij was heel vol van zichzelf, hoor. Dat hoor je wel. Maar om terug te komen over dat Ierland. De eerste beste keer dat we gingen evangeliseren, die dinsdag daarna was dat, was in de TU. Ik had eigenlijk, was ik een beetje, ja, de tegenstander was best wel lam gelegd, om het zo te zeggen. Van ja, het ging niet lekker. En toen gingen we ook vasten telkens. We gingen vaak vasten op zo'n dinsdag. Ik denk, nou weet je wat? Ruben, kom op. Schakel om. Ga bidden, ga vasten en ga kijken wat de Heer gaat doen. En toen waren we daar in de TU en toen waren we met z'n vijf ongeveer, waren daar op het plein aan het evangeliseren. Je weet wel, bij de bibliotheek, daar bij de ingang. En op een gegeven moment komt er een man naar beneden, hij kwam uit Indonesië en hij was katholiek. En ik ging naar hem toe, ik ging met hem praten, ik zeg, joh, wil je Christus ook in je hart hebben, wil je zekerheid hebben en dergelijke. En die man gaf zijn leven. En ik denk, wat gaan we nou krijgen, God? Hij geeft zijn leven. Het is toch nog mogelijk dat er iemand soms tot bekering komt. Ja. Ja. In principe heb ik ook wel een les daarbij gehad, hoor, van God, moet ik zeggen. Maar dat wil ik wel voor de andere keer bewaren. Want ik heb een hele harde les van God ook gehad bij evangelisatie. En hoe ik daar mee moet omgaan en hoe ik dat moet benaderen. Maar deze man komt tot bekering. En dan kwam ook echt naar de dienst. Dat ging ook helemaal door. En op een gegeven moment ging hij terug naar Indonesië. Gaf hij nog allemaal... Van dat soort spulletjes. Ik zeg, ja, dat had niet gehoeven, maar hartstikke leuk. En dat is geweldig om mee te maken dat iemand dan doorgaat voor Christus. Want ik zeg heel eerlijk, met evangelisatie, als je 10 mensen hebt die tot de Heer komen. Als er 2 van echt goed doorgaan, nou, dan is het geweldig. Want de gelijkenis van de zaaier is af en toe ook wel heel erg actueel daarin. Hè, soms wordt het zaad geroofd of komen er andere dingen op een pad. Ik heb vaak meegemaakt van nou... Dan waren er jonge gasten die kwamen tot bekering en ja, dan waren de ouders helemaal laaiend. Ja, je gaat niet naar die gemeente toe, hoor, en dergelijke, dat moet je niet doen. En, ja, weet je wel, dat soort dingen kreeg je dan. Of er kwam een telefoontje uit de hel zetten, om het maar even zo te noemen. Dat dus. Maar ja, ik had nog een andere getuigenis daarbij. Met de gebed en vasten. Dit vind ik eigenlijk wel een van de mooiste getuigenissen die ik heb mogen meemaken. Van die. En dat maakt me soms, als ik daar terug aan denk, dan ben ik best wel emotioneel. Dus dan denk ik, dus dat was ook op een dinsdag. Ook in de TU gingen we evangeliseren. Alleen ik was in mijn eentje. Niemand die kwam die dag. Dus na een half uur had ik het wel voor gezien. Ik dacht bij mezelf van, nou, niemand wil luisteren. Het was ook druilerig weer. Het was een beetje zoals dit. Wat donkerder en het regende ook. En ik denk, nou, ik ga terug naar huis. Ik ben er klaar mee. Dus ik liep op het moment dat ik de straat inliep. Toen de tijd woonde ik daar nog heel dichtbij. Dus ik liep terug naar huis en op een gegeven moment liep ik de straat in en op een gegeven moment begint de Heer te spreken gewoon. Die zegt, Ruben, stop, keer je om. En ik denk, nou, het zal wel goed zijn. En op een gegeven moment gebeurt, Ruben, keer terug. Oké. Ik zeg, God, ik stak mijn hand op. Ik zeg, als u het bent, dan ga ik nu terug. Oké. Dus ik liep terug en op een gegeven moment begon de Heer te delen van, er is hier een man. Straks, die gaat moeten, die is helemaal verstrekt in zonde. En ik wil hem vandaag verlossen. En dus ik liep terug. En ik denk, nou oké, God, als u het zegt, nou laat toch maar zien, hè. Ik ga wel. Ja, wat moet je er tegen inbrengen? Maar op een gegeven moment was daar, op het plein waren er 2 jonge studenten die waren aan het praten. En op een gegeven moment, die ene ging weg en die andere die keerde zich om, die liep richting mij. Dus ik denk, nou ja, oké, heer, zal dit hem zijn? Dus ik ga tegen hem praten. Ik geef hem wat getuigenis en dergelijke. Ik vertel zo'n 5 minuten over het evangelie met hem. En op een gegeven moment, ik denk, nou ja, weet je, dit is het niet. Dit is het niet. Want hij luisterde niet. En ik denk, nou, maar op een gegeven moment deed ik één ding. Hey, ik denk van, hey, wacht even, wat werd er ook alweer gezegd? Zonde. En toen zei ik tegen, ik stelde hem de vraag. Hoe kijk je tegenover zonde aan? En die jongen kwam helemaal los. De jongen die begon, ik zeg, ik hoef niet te weten wat jij allemaal doet in je privéleven. Dat hoef ik allemaal niet te weten. Maar ik weet wel één ding. De Heer heb je vandaag gezocht. En hij wil dat jij verlost wordt van je zonde. We hebben met hem in gebed gegaan. Hij gaf zijn leven.
S'avonds zei hij, bedankt dat je met me wilde bidden en dergelijke. En ik zeg, nou, je hoeft mij niet te bedanken. Bedankt de Heer maar. Want hij heeft het werk gedaan. Dus dat is een van de meest mooie getuigenissen die ik van de Heer heb mogen ontvangen. Met evangelisatie. En ik heb heel veel dingen daarvan opgeschreven met wat betreft. En dat zegt Psalm 3, vers 2 ook van... Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. He, God wil graag dat we dat gedenken en opschrijven. Dus neem dus gewoon autoriteit in Yeshua. En bid en vast soms, want door het geloof zal doorbraak komen, dat zeker. Bestraf de leugens en de verdraaien, zoals in handelingen in de naam van Yeshua. Het is mooi dat ook wij, net zoals Daniel, mogen beschikken over dat prachtige woord van God. Een tweesnijdend scherp zwaard, in Hebreeën 4 vers 12. Gods woord is echt, is zuiver en puur. Daar mogen we over beschikken. Dus, als ooit de druk zo hoog wordt, omdat we niet met de massa mee kunnen doen, dan kunnen we net zoals Ezra zeggen, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken. En als ze dan verplichten, dan kunnen wij in de voetsporen gaan van Daniels vrienden. Daniel 3 vers 15 tot en met 18. Ik heb hem een klein beetje aangehaald, maar op dit moment komt hij van pas. Daar staat geschreven Daniel 3 vers 15 tot en met 18. Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, siete, luid, lier, panfluit en allerlei muziek, instrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordde en zeiden tegen koning Nebukadnezar. En dat vind ik zo krachtig dit. Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Dat is pas een statement. En dat kunnen wij zeker meenemen op het moment dat wij misschien, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren. Er kunnen van allerlei verplichtingen komen, zeker als je natuurlijk geen prik gaat halen. Ja, dan kunnen er van allerlei dingen voor je wegvallen en dan kunnen ze druk op gaan voeren. Maar wij kunnen door gebed, bidden en vasten zulke mooie dingen met God meemaken. Dus stel je voor je wordt ontslagen. Nou, prijs de Heer. Je hebt meer tijd over om te zoeken. Ja, je kan veel mooiere dingen gaan beleven met de Heer. Misschien kun je dan 24/7 op de straat gaan. Je weet het niet. Hè? Je kan dankbaar zijn voor alles, ook voor de goede en voor de slechte. Ja, dat is zeker waar. Dat is waar, want God werkt alles mee ten goede. Ja. Voor wie gelooft. Ik zou wat vertellen, gisteravond kon ik niet slapen. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon mijn Bijbel lezen, misschien krijg ik het slapen. Maar iemand heeft mij een berichtje gestuurd, van, dit is een studie, maar het waren maar 3 tenten. Dus ik denk, ik begrijp jou niet, ik dacht dat er veel meer was van die studie. Zij zei, ik ben aan vasten. Zij zei, wie jij heel vasten mee? Ik zei, ja, vanuit mijn huis. Ze zei, ja, dan kunnen we gewoon vasten. En dan hebben ze mij allemaal testen dat jij vandaan noemde, heb ik allemaal gekregen van haar veel meer. En hij zei, Loes, kom er nou mee bezig, ja, voor mij wil de Heer dat ik er vaste vanavond. En ja, dat moet gehoorzaam zijn. Maar ik kon echt niet slapen, ik denk, joh, ik doe mee met die mensen daar, ik ben hier en toch kan ik er niet slapen. Dus ja, inderdaad, dat begrijpen die oude boodschappen, dat de Heer wil dat wij gaan vasten en bidden. En voortdurende, zoals de Efeziërs zeggen, bid voortdurende. Want dat zijn moeilijke tijden. En wij moeten echt de Heer zoeken. Om zeker te zijn Amen. Bij alle wat om ons heen gaat. Dus dat is heel leuk. Ik had een heel denken, wauw, komt er weer van dat met de vasten. Ja. Ja. Ja, ik, dat brengt ook inderdaad bij het eind. En dat is ook de reden waarom ik deze preek heb gehouden. Omdat ik wilde eigenlijk ergens anders over gaan preken. Maar... De Heer gaf mij een andere opdracht hierin. Een week of 3,5 geleden. Dat is, toen kreeg ik een droom. En toen was er in die droom. Toen was ik in een kamer.
En ik zag allemaal christenen om me heen. Ook uit mijn oude kerk, ook van hier uit deze gemeente. En ik zat daar en op een gegeven moment kwam daar de Bijbel in het midden te leggen. En de Bijbel, daar stonden drie teksten op. En dat was, de drie teksten waren Daniël 9, waar ik dus uit gepreekt heb dus, grotendeels, vers 1 tot en met 9. De middelste tekst was Matteüs 24, vers 13. Dat gaat over volharden, dus ook een eindtijdtekst. En de laatste was Handelingen 13, vers 1 tot en met 6, waar ik ook grotendeels over heb gepreekt. En Handelingen 13, dat is natuurlijk het afzonderen, hè, voor de Heere met de Heilige Geest. Ook het vasten, maar dat komt ook weer terug in Daniël 9, het vasten en het smeekbeden. En Matteüs natuurlijk is het volharden daarin. En dus God zei eigenlijk van, dit is een opdracht, ga dit doen. Maar ik dacht bij mezelf van, deze drie teksten wil ik in mijn preek verwerken. Want ik had het gevoel van, wacht even, dit is, God wil iets anders. God wil ook dat ik hier wat meer over deel. Dus vandaar dat ik dit heb genomen. Om over te preken. En ik heb in de gaten en ik zie volgens mij dat het door de Geest geïnspireerd is. En dat het ook daadwerkelijk de bedoeling was. Amen. Dat hoor ik. Amen. Dus dat was wat ik... Heel mooi, Ruud, want ik ben deze week bezig. Ja, we zijn natuurlijk vol bezig met de kabinetformatie. En dat is echt een enorme geestelijke strijd.